en welkom bij de gameshow. Oh ja. Ja, jullie weten al zeker wie hier... Dit is natuurlijk Clank. Dus jullie weten ook welke game ik heb. Vandaag ga ik het hebben over Ratchet & Clank. Welke? Trio? Dus, maar ik kies de Ratchet & Clank 3. Ik snap eigenlijk niet hoe Clank op Ratchet zijn rug kan zijn. Dus op zijn rug zonder plakband. Want bij mij lukt dat niet. Vandaag geef ik bij Ratchet & Clank 3 de punten voor de wapens. En natuurlijk de quizvragen. En iets nieuws. De tijd. Ik zal uitleggen wat de tijd is. De tijd is zo bijvoorbeeld een parcours. Waar ik zo snel mogelijk aan toe met een stopwatch. En we zullen zien hoe lang het deze keer is. We zullen al beginnen met het allernieuwste. De tijd. Voilà. Ik ga nu beginnen met de tijd. Het allernieuwste. Om te laten zien hoe het werkt. Ik ga beginnen te creepy-creepen. En ik probeer dat met zo weinig mogelijk tijd te doen. De tijd gaat nu in. Oh ja. Als je dood bent, is de tijd al terechtkomt. Dus ik moet wel blijven zijn. Ik kom binnenkort weer terug een nieuwe Ratchet & Clank 3, ga ik terugfilmen en ga ik weer terug de tijd, maar deze keer met een ander parcours. Probeer het zelf ook eens uit, probeer hoe lang jouw tijd is. Ja, ik hoop dat jullie nu begrepen hebben over hoe die nieuwe is. De tijd! Ja, dat is weer een beetje zelfs zoals Joris is het, hè? Maar jullie zullen dat winnen, want ik ga dat nog eens vaak gebruiken. De tijd, maar ik doe dat ook soms met de regen. Dan komen nu de punten. En vandaag zijn het de punten over welke wapens. Zo, dan komen nu de punten voor de wapens. Ik heb er maar een paar geselecteerd. En ik heb ze ook nog niet allemaal. Maar ik ga beginnen met deze. Ja, dat is al in het begin. Maar ja, dan is die waardeloos. Dus ik heb er maar vier punten voor. Nu het volgende. Dat is deze. Ja, die is een... Die krijg je ook al meteen, maar is een beetje sterker, dus ik geef er een 8 voor. De volgende is de deze. Ja, dat is de deze. En dat is ik vind eigenlijk een beetje een waardeloos wapen, want je kunt daar alleen maar kleine monsters mee zuigen en zo de grote schieten. Dus 2 punten van mij krijgt hij. De volgende is de sniper. Ja, dat is duidelijk. Die krijgt van mij een 10, omdat hij het beste kan schieten van alle wapens samen. De volgende is deze. Ja, het is ook een heel goed wapen. Maar ik geef er toch nog een 9 voor. Want je weet, bij die sniper... Nu weer een praat. We hebben dan deze. Die kennen jullie van Ratchet & Clank 2. En het is een goed wapen en botus, dus ook een 9 krijgt. De volgende is die. Ja, goed wapen. Maar Ken is ook een beetje radio's. Maar... Zo goed, dus een 7 krijgt die van mij. Dan deze. De opzuiger. Ja, kun je alle monsters opzuigen. Dus ook een 9. Dat waren de punten voor de wapens.
In een andere video geef ik weer punten over iets anders, hoor. Maar als ik Ratchet & Clank 3 terugkom, dan geef ik de instructies over de andere wapens. Punten over de andere wapens die nog niet aan bod zijn gekomen. Ja, die punten van de wapens zijn ook uitstekend goed. En ik denk dat jullie bijna wel dezelfde mening zullen hebben als ik. Maar ja, dan gaan we nu uiteindelijk de quiz vragen van Ratchet & Clank 3. Ja, normaal zou ik ook de info en tips geven, maar ik denk niet dat daar genoeg tijd voor is. En trouwens, ik doe dit nog maar 3 eigenschappen. En info en tips is in bijna elke gameshow, elke aflevering al gekomen en in deze nog niet. Dus dan komen nu de quizvragen van Ratchet & Clank 3. Kijk, jullie zien zo'n groene droid lopen. Maar aan wie is de kans staat die? Is dat A, zijn daar Ratchet's vijanden? B, dat zijn Ratchet's helpers? Of C, ze staan bij niemand? 3, 2, 1. En het juiste antwoord is B. Droids staan bij u omdat die u helpen en bij de allereerste missies hebben ze u al geholpen, dus ze staan bij Ratchet's kant. En Ratchet helpt ook zelf die droids. Dus B was het juiste antwoord. Hier komt de volgende vraag. Hoe heet de vijand van Ratchet? Is dat A, Captain Quark? B, Derek Compass? Ja, die ene dus van Ratchet & Clank 1. Of C, Dr. Nefarious? 3, 2, 1. En het juiste antwoord is C. Nefarious is de vijand van Ratchet & Clank. Ja, die wil zo iedereen in robots veranderen. Captain Quark was nu een held geworden bij Ratchet & Clank 3. Maar bij Ratchet & Clank 1 en 2 was hij wel een slechterik. Dus C was het juiste antwoord. De volgende vraag. Wat gebeurt er als Ratchet stunt raakt met een moersleutel? Dat is de vraag. Is dat A, Skunk wordt kwaad? B, Skunk loopt weg? Of C, Skunk moet een bout aan je afgeven? 3, 2, 1. En het juiste antwoord is... Ja, het is weer grappig. Ze zijn weer alle 3 juist. Kijk, ik zal eens een voorbeeld doen, maar het is wel lastig om hem te vangen. Ja, zie, hij moet een bout afgeven en hij wordt kwaad en hij loopt dan direct weg. Dus ze waren alle 3 juist. Volgende vraag. Hoeveel Captain Quark Fitcoming episodes zijn er? Is dat A, 5, B, 8 of C, 358? 3, 2, 1 en het juiste antwoord is A, 5 Captain Quark Fitcoming episodes. Dus echt maar, dus 5 was het juiste antwoord. Volgende vraag. Die 2 nooit zijn in robots. Hoe kan dit? Is dat A? Ja, Ratchet gaat elke keer weer komt steeds dichter bij de waarheid. En gaat ook bijna dag in de verse staan. En daar worden die robots steeds sterker en zijn ze robots. B, ze waren al in het begin al robots van de eerste level. Of C, dag in de verse heeft in de planeet Caravan ze in robots veranderd. 3, 2, 1 en het juiste antwoord is C. Helaas heb ik daar geen video bij, maar als je zo naar mijn video Ratchet & Clank part. Nou, ik weet niet, maar als je Ratchet & Clank 3 ziet, dan weet je het zeker wel. C was het juiste antwoord, want dat nerveus wou iedereen in robots veranderen. We konden dan weten bij de vorige vraag. En hij heeft al een voorproefje gedaan bij de trainer. Dus C was het juiste antwoord. Zo, de volgende vraag. Wat gebeurt er als Ratchet een Zeppelin neerstuurt? Is dat A? De Zeppelin stopt neer en Ratchet is zelf dood. B, je krijgt een skill point. Of C, er gebeurt niets. 3, 2, 1. En het juiste antwoord is B. Ik vond het al gehad, maar het is gewoon niet B. Kijk, als je die zeppelin schiet, ja, dan stopt hij neer. Oh, dat is een klop. En dat is dan ontploft. Dan heb ik nu de skillpunten laten zien. En dan krijg je deze als skillpoint. Metropos.
Dit is de blimp in Metropolis. Ja, de Zeppelin dus. 2002 was een good year in this city. Ja, dus antwoord B was het juiste antwoord. Totdat waren de quizvragen. Hoeveel vragen had jij goed? Ja, dat was de game show weer voor vandaag. Ja. Oh ja, als jullie nog aan herinneren, ik vind Ratchet & Clank 3 wel echt een heel leuk spel. Ik vind zelf Ratchet & Clank echt een heel leuk spel, hoor. Ik heb daar bijna alles van alle spelkens blijkbaar, hoor. Maar ja, het was helaas Ratchet & Clank 3 alleen. Ik geef binnenkort weer bij een andere aflevering een andere Ratchet & Clank wel voort. Maar ik vind Grand Theft Auto ook wel tof, hoor. En veel andere speltjes ook, hoor. Maar ja. Zo, dat was. De volgende aflevering doe ik weer alleen. En, ja. Dag, hè?